Restaurateur Zoltan Farro uit Maassluis is nu een maand met de historische steen bezig. Op dit moment wordt hij voorzien van bladgoud. Is dit wel een kleeflag? Hoe dan? Nou, het is een, ze hebben een soort sticker van gemaakt. Ah, oké. Maar, want bladgoud zonder velletje, het waait zo weg. Je kan het buiten niet toepassen. De Gouden Leeuw hing in 1614 aan de gevel van herberg De Gouden Leeuw aan de Noordvliet in het centrum. Toen dat pand in de jaren 60 gesloopt werd, zorgde Maassluiser Willem Molenaar ervoor dat de steen behouden bleef. Nu krijgt de gevelsteen weer een prominente plek in de stad aan deze gevel. Op 28 september wordt de Gouden Leeuw officieel onthuld.